Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. In deze video gaan 6 YouTubers deze week mijn outfit bepalen. Elke YouTuber die ik heb uitgekozen heeft een video toegestuurd met daarin een outfit die zij zelf bedacht hebben. Die zij graag willen dat ik deze week aantrek. Ze hebben ook een beetje inspiratie kunnen doen van Pinterest. Dus er zullen ook wel Pinterest foto's bij zijn. Maar ik ben heel erg benieuwd wat voor outfit ze allemaal hebben uitgekozen. Het idee voor deze video heb ik van Isaluna. Isaluna heeft deze video 2 weken geleden ongeveer ook opgenomen. En toen heeft ze aan mij gevraagd of ik voor haar een outfit wilde uitzoeken. En ik vond dat toen zo leuk. En het is zo'n leuke video geworden. Ik zal hem eventjes in de beschrijving linken ook. Zodat je hem daar kunt kijken. Dat ik dacht, ik wil dit ook opnemen. Toen heb ik naar haar gevraagd. Dit was goed. Dus het idee is volledig van Isa. Maar ik ga het vandaag ook doen. De 6 YouTubers die mijn outfits gaan kiezen deze week zijn Zoe, Rosa, Esmee, Isa, Noah en Stijn. Het zijn best wel veel verschillende meiden met verschillende soorten kledingstijl. Maar dat vind ik juist wel leuk. Want dan komen er dus heel veel verschillende outfits uit als het goed is. We gaan vandaag beginnen met Isaluna. Omdat, ja, ik heb het idee van haar. Dus ik dacht, het is wel heel erg leuk om met haar outfit gelijk te beginnen. Dus we gaan snel naar de video kijken die Isa heeft ingestuurd. En dan gaan we de outfit bij elkaar zoeken. Hey, Isa hier. En echt heel erg leuk dat je deze video ook op gaat nemen. Ik heb een best wel leuke outfit voor je bedacht, al zeg ik het zelf. Ik zal hier even in beeld een beetje het idee zetten. Ik weet dat jij van de Zara, geloof ik, die white leg jeans hebt met die gaten op de knieën. Dus die kan je dan wel aandoen. Het is een beetje hetzelfde idee als die broek. En dan een strak topje erop. Het hoeft niet per se zo'n topje als van de foto te zijn, maar gewoon een strak wit of zwart. Of nou ja, maakt niet uit echt welke kleur topje erop. En dan een leuk tasje en daarbij een matchend sjaaltje om in je haar te doen. Op die foto zie je dus dat zij, ja, zo'n sjaaltje in haar haar heeft. En ik vind dat dus echt heel erg leuk staan. En ik denk dat het jou ook best wel leuk staat. Dus dan zeg maar dat sjaaltje in dezelfde kleur als je tasje, als je dat hebt. Dat zou heel erg leuk zijn. En dan gewoon zo'n leuk kort schoudertasje, zeg maar. Ja, zo'n baguette bag. En dan dus, ja, dat sjaaltje in je haar geknoopt. In dezelfde kleur als het tasje. En gouden sieraden erbij. En ja, maakt op zich niet heel veel uit welke schoenen. Doe maar gewoon een leuk paar Jordans of in ieder geval sneakers. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de outfit. Ik hoop dat je het leuk vindt en dat het je leuk gaat staan. En ik ben ook heel erg benieuwd naar de video. Dus ja, doei! Oké, het meeste wat Isa opnoemt heb ik wel. We gaan beginnen bij het sjaaltje. Die gaan we uitzoeken. Dat ligt hier in de bovenste la. Ik heb best wel een aantal wat sjaaltjes. Maar ik denk dat ik deze ga doen. Omdat ik een paar Jordans heb. Die ook een beetje overeenkomen met deze kleur. Niet heel erg, maar wel het meest, denk ik. Dus ik denk dat ik deze Jordans erbij pak. Met dit sjaaltje. Is dit leuk? Ja, dit is wel leuk. Oké. Deze. Dan moet er een tasje bij in een beetje dezelfde kleur. Maar ik weet niet echt of ik dat heb. Kan er ook gewoon deze erbij doen of deze. Oké, we gaan maar eerst eventjes de broek en de top pakken, dan kunnen we het beter afstylen daarna. Dit is de broek die Isa bedoelde, dus die ga ik van de waslijn halen. Zo. En dan heb ik deze 2 shirtjes uitgekozen die eventueel kunnen. Het shirtje wat ze op de foto heeft heb ik niet precies. Maar ik denk dat ik deze wel het leukste erbij vind, dus we gaan gewoon even kijken. Oké, dit topje matcht dus wel lekker met deze schoenen, dus ik denk dat die het wordt. Dit topje. Met dan deze schoenen, een sjaaltje in mijn haar en deze broek erbij. En dan nog een tasje, maar dat doe ik zo meteen wel uitzoeken als ik de outfit aan heb. Oké, ik weet eventjes niet zo goed hoe ik dit haarbandje beter op mijn hoofd krijg. Want kijk, als ik hem te ver naar achter doe, dan weet ik, vind ik het niet echt leuk. En ik heb hiervoor niet heel veel haar op mijn hoofd. Ziet er ook een beetje gek uit. Dus ik dacht, dan doe ik hem wat meer naar voren. Ik weet ook niet of dit het nou helemaal is wat ze precies bedoelt. Maar goed, we doen het er maar mee. En ik doe gewoon mijn Jacques Mustache erbij. Want ik denk dat ik dit wel het leukste vind. Dus dit is de outfit die Isa bedacht heeft. De top en de broek komen beide van de Zara. Met deze tas van Jacques Mustache. Dit mutje of dit sjaaltje is ook van de Zara. En daarbij heb ik deze Jordans aan. Ik hoop dat dit een beetje is wat ze bedoelde. Ik vind het wel echt een heel erg leuk outfitje. Ik moet alleen gewoon nog even kijken met dat haarbandje wat het beste staat. Want op zich zo vanaf de zijkant vind ik het wel echt leuk. Maar ik kan natuurlijk ook nog wat misschien wat beter bij mijn hoofd past. Misschien dat dit beter staat.
Ik weet het niet zo goed. Ik vind het sjaaltje echt heel erg lastig. Ik vind het idee wel heel erg leuk. Ik denk dat ik deze outfit een... Ja, als het bandje normaal in mijn haar had gezeten. Maar dat ligt verder gewoon aan mij. Want ik heb gewoon geen idee hoe ik dit leuk in mijn haar kan wikkelen. Dan is het denk ik toch wel een 8. Ja, ik zou dit zelf sowieso dragen naar buiten. 100%. Ik vind het echt heel erg leuk. Dus ik geef het een 8. Oké, ik ga het aan. Nog meer vragen. Dag. Wil jij deze outfit een cijfer geven? Waar ben je? Oh, ben je in de woonkamer? Oké. Vind ik leuk. Ja, vind je dit leuk? Ja. Oké, wat voor cijfer geef je dit? Ja, een 8,5. Ja? Misschien, ja, ik vind dat hoofdding ook wel grappig. Ja, ik weet niet hoe ik het goed moet erop zetten. Want vanaf de zijkant vind ik het wel grappig. Alleen, mijn voor lijkt net zo'n piraat. Ja, maar het is wel een heel leuk doekje. Ja, dat wel, hè? En staat, wie heeft het aangekozen? Isa Luna. Leuk, Isa Luna. Leuk gedaan. Ja, ik vind het echt heel leuk. Het is vandaag de tweede dag dat een YouTuber mijn outfit uit gaat zoeken. En vandaag ga ik de outfit aantrekken die Zoe voor mij heeft bedacht. Zoe is niet alleen iemand die ik ken via YouTube, maar is ook een van mijn beste vriendinnetjes. Dus ik vind het super leuk dat zij hier aan mee wil doen, dat ze voor mijn outfit wilde uitzoeken. Jullie kunnen Zoe dus kennen als mijn beste vriendin, maar ook van Instagram en YouTube. Ze heeft haar eigen Instagram en YouTube kanaal. Zoe en ik hebben best wel dezelfde kledingstijl. Soms komen we thuis of komen we bij elkaar, zeg maar. En dan heeft zij een broek aan en zeg ik, oh, die heb ik gisteren ook gekocht, zonder dat we het van elkaar weten. Dus ik ben heel erg benieuwd wat voor outfit zij voor mij heeft bedacht. We gaan nu kijken en dan gaan we de outfit bij elkaar zoeken. Hallo, lieve volgers van Fleur. Ik ben hier om natuurlijk een outfit voor Fleur uit te kiezen voor vandaag die ze mag aandoen. En ik heb al iets in gedachten en ik denk dat Fleur dit heel erg leuk vindt om aan te doen. Omdat, ja, ik ken jou, Fleur. Ik ben best wel veel met jou en ik weet wel een beetje wat je leuk vindt. Je moet als eerst een broek aandoen. Je kan misschien je LA Sisters broek aandoen die een beetje lang is aan de onderkant. Of je kan er eentje van Zara aandoen die ook aan de onderkant net ietsjes langer is. En ja, dus die broek. Ik weet sowieso dat dat jouw lievelingsbroek zijn. Het zijn ook mijn lievelingsbroeken. En daarbovenop mag je een leuk haltertopje van de Zara aandoen. Je hebt er laatst een heleboel gekocht in allerlei verschillende kleurtjes. Van 4 euro zijn die volgens mij. Die van de Zara mag je dus aandoen. En dan, ik denk dat je nu heel erg blij met me gaat zijn, mag je je nieuwe blazer van de Zara aan. Die witte, die super mooie, die mag je er overheen aandoen. Even kijken, dan heb je de blazer, het topje en de broek. Dan wil ik dat je al je leuke sieraden omdoet. Dus je Dior ketting, je mooie ringen van Fendi en van Dior. En dan als laatste wil ik dat je je Jordans aandoet. En dan... de groene, dus de groene Jordans eronder. Het haltertopje moet je dus even kijken wat het leukste daaronder is. Ik kan dat niet helemaal plannen in mijn hoofd en ik weet ook niet precies welke kleuren je allemaal hebt. Maar kijk maar even wat het leukste is bij je outfit. En even kijken, dan heb je dus de schoenen, de broek, het topje en de blazer. En dan je zakkenmustas erbij als je ergens naartoe gaat. En ja, dat is echt een van mijn favoriete outfits in jouw kast. En ik denk dat jij deze ook wel leuk vindt om aan te doen. Dus ja... veel plezier en succes vandaag. Doei! Oké, deze outfit is echt precies mij. Ja, ik heb hier de blazer hangen die zij bedoelt. En ik ben heel blij dat ik deze blazer vandaag aan mag. Ik vind hem echt prachtig. Dus dat is het eerste item. Dan bedoelde zij dit topje. Die van de Zara, die van 4 euro. Ik heb ze in 4 kleurtjes. Ik denk dat ik een witte of een zwarte erbij ga doen. Maar ik twijfel een beetje, want ze wilde natuurlijk de groene Jordans erbij. Deze. Dan de witte Jacques Mustas. Die. Dan heb ik hier de broek van Zara liggen. Ik denk dat ik er een zwart topje op ga doen. Dat ik dat wel leuk vind in combinatie met die schoenen. En omdat die knopen natuurlijk ook zwart zijn. Dus ik ga voor het zwarte topje. Dus ik ga even de outfit aantrekken. Dit is echt een outfit die ik 100% precies hetzelfde uit mijn kast had kunnen pakken. Die blazer, ja, voor iedereen die mijn video's wat vaker kijkt, weet dat ik echt obsessief ben met deze blazer. En dat ik hem ook in 2 andere kleuren heb gekocht. Maar ik vind deze blazer gewoon echt geweldig. En mijn Jacques Mus ben ik ook nog steeds heel erg blij mee. Dus ik ben blij dat ik deze bij deze outfit mag dragen.
Ik vind het ook leuk in combinatie met een zwarte top. Gisteren had ik natuurlijk aan Dagmar gevraagd of ze mijn outfit een cijfer wilde geven. Die is er nog niet, dus ik ga strakjes aan Dagmar vragen wat voor cijfers ze dit geeft. Maar ik geef dit een... Even denken, wat zou ik dit geven? Ik denk toch wel een 9. Er is altijd ruimte voor verbetering. Maar dit komt heel erg in de buurt van een 10. Ik zou het een 9,5. Zoiets, ja. Ik was dus vergeten mijn sieraden om te doen. Dus die ga ik nu alsnog even afdoen. Opdoen, omdoen. Goed verhaal. Ja, oké. Dit is al een stuk beter. Ik was gewoon helemaal vergeten. Maar dit maakt het wel gelijk af. Het is de volgende dag. De derde dag dat een YouTuber mijn outfit gaat bepalen. Vandaag ga ik de outfit aantrekken die Esmee voor mij heeft uitgekozen. Jullie kunnen Esmee misschien wel kennen van haar eigen Instagram account en haar YouTube kanaal. Ik ken Esmee eigenlijk ondertussen al best wel lang. Of we hebben best wel lang al contact. We zijn een keertje samen naar G's Louis Samples geweest. Samen met Rosa erbij. We hebben laatst, of nou laatst ook weer 2 maanden geleden, hebben we hier bij mij samen een video gefilmd. En we kwamen elkaar ook best wel vaak tegen op festivals. Dus we hebben elkaar al een aantal keer gezien. Het klikt echt super leuk. En daarom vond ik het ook heel erg leuk dat Esmee mee wilde werken aan deze video. Ik heb al een beetje gekeken naar de outfit. Want ik wilde natuurlijk wel alles in huis hebben. Maar daar ga ik straks over verder. Jullie gaan de eerste outfit zien die Esmee voor mij heeft gekozen. Hoi Fleur en kijkers van Fleur. Ik ben Esmee en Fleur heeft mij gevraagd om een outfit te bedenken voor deze video. Echt vet leuk. Ik heb wat fotootjes opgezocht op Pinterest. En ik zal ook wel even de grootste inspiratiefoto hier in beeld zetten. Maar dit is ongeveer het idee wat ik in mijn hoofd heb. Dus een beetje een all white outfit. Nou, zoals je op de foto kan zien, het is een beetje een oversized lookje. Eigenlijk helemaal in het wit. Alleen in het shirt komt dan wat kleur terug. Het liefst als je dat hebt, een beetje zo'n grafisch shirt. En de kleur die daarin terugkomt kun je weer terug laten komen in je schoenen. Dus het liefst de Jordans, want volgens mij heb je daar best wel veel van. En het liefst een klein tasje erbij. En misschien ook in een kleur die ook weer terugkomt in je schoenen of in je shirt. Dus dat is mijn outfit. Een beetje all white, maar toch met wat kleuraccenten. Ik hoop dat je het leuk vindt. Doei! Oké, zoals ik al zei net, had ik dus niet alles van de outfit zelf. Dus ik heb wat van Milans huis meegenomen. Want hij had dat wel. Ze wilde natuurlijk een shirtje met een beetje een printje op de voorkant. Nu is dit shirtje helaas niet een printje op de voorkant. Maar wel een printje op de achterkant. Met allemaal kleurtjes. Dus ik dacht, ik doe deze gewoon. En dan kan ik hem ook gewoon omdraaien, zeg maar. Dat dit op de voorkant zit. Ik dacht, dat kan op zich wel. Dus we hebben dit shirt. En ik ga hem eventjes op zijn kop leggen. Dan kunnen we de kleuren goed bekijken. Want ik heb dus wel schoenen in die kleur. Dat is dus wel leuk. Deze moet ik ze wel allebei pakken. Ja, dit vind ik heel leuk. Yes, I like. Dan een witte broek. Die ligt in de kledingkamer. Hangt. Dat is deze, denk ik. Die van de Zara. Ja, deze. En moest er natuurlijk eigenlijk een tasje bij. In dezelfde kleur als de schoenen. Alleen dat heb ik dus niet. Maar ik heb wel dit witte tasje. Ja, Dagmar heeft dit tasje nog. Maar dat kleurtje komt niet echt erin terug. Ik neem gewoon voor zekerheid eventjes dit witte tasje mee. En dan kijk ik zo wel of ik misschien nog een ander tasje kan vinden. Een broek erbij. Ik vind het heel leuk. Alleen een tasje. Ik heb dus op zich deze wel. Maar, oh, ik heb deze, heb ik nog. Dus niet de kleur van de schoenen, maar het zit wel een beetje in dat rode erbij. Zal ik dat doen? Ja, ik denk dat dat wel leuk is. Oké, die ga ik eventjes eraf halen. Oké, ik heb de outfit aan en ik moet eerlijk zeggen dat ik dit eigenlijk best wel leuk vind. Het is wel veel wit, omdat je natuurlijk wit shirt, witte broek hebt. En er komt vanmiddag dus een tasje binnen in het lichtgeel, een beetje deze kleur geel. Eigenlijk zou die hier echt beter bij staan. Dus misschien dat ik vanmiddag nog eventjes kijk met het andere tasje erbij of dat leuker is. Maar op zich vind ik dit ook wel grappig. Die schoenen die matchen echt gewoon perfect met de t-shirt. Maar ik ga het eventjes in de grote spiegel laten zien. Dan kunnen jullie het wat beter zien. Ik heb trouwens niet op mijn haar. Ik had echt mijn haar moeten wassen. Ik vind het echt heel erg leuk bedacht. Ik zou er zelf oprecht niet op komen, denk ik. Om witte broek met wit t-shirt te doen. Maar nu ik het zo zie, vind ik het wel echt heel erg leuk. En ook met die schoenen erbij met dat shirt. En op zich vind ik dit tasje er ook nog wel bij kunnen. Ook al matcht dit niet echt lekker met de schoenen. Ik vind het eigenlijk nog wel grappig. Het
twee van die afwijkende kleuren van elkaar. Dus dat is de outfit van Esme. Ik vind deze echt heel erg leuk gedaan. Ik zou dit outfitje een 8 geven. Ja, ik vind het 8 wel een mooi cijfer voor dit outfitje. Dus dit is de outfit die Esme voor mij bedacht heeft. Gisteren zei ik natuurlijk van, als Dagmar thuis is, ga ik vragen of ze een cijfer wil geven. Heb ik uiteindelijk niet gedaan. Nu is ze ook niet thuis. Ik ga een foto naar haar sturen. Wat ze van deze outfit vindt. Wat voor cijfers het geeft. Oh, ze heeft het al gelijk gelezen. Oh, die is kapot leuk. 9,2. Zo. Oké. De outfit is leuk met die tassen. Oké, nou, Dagmar geeft het een 9,2. Misschien moet ik ook wat hoger in mijn cijfer gaan zitten. Misschien ben ik een beetje matig. Oké, 8,5. Het is vandaag weer de volgende dag. Tijd voor de vierde outfit. En de outfit die ik vandaag ga aantrekken is de outfit van Noah. Noah die heb ik nog nooit in het echt gezien. Ik volg Noah wel al een tijdje volgens mij. Ik vind dat ze echt een onwijs leuke kledingstijl heeft. En we zitten sinds kort ook allebei bij hetzelfde management. Dus als het goed is gaan we elkaar wel snel zien binnenkort. Noah die is al heel erg bekend op TikTok en Instagram. En sinds kort heeft ze ook een YouTube kanaal. Dus ik zal trouwens alle linkjes van alle accounts van alle meiden in de beschrijving zetten. Zodat je ook op hun account een kijkje kan nemen. En ik vind het echt heel erg leuk dat Noah voor mij een outfit wil uitzoeken. Dus we gaan snel naar de video kijken die Noah heeft ingestuurd. En dan gaan we de outfit voor vandaag bij elkaar doen. Hoi, ik ben Noah en Fleur heeft mij gevraagd om een outfit voor haar uit te kiezen voor deze video. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben zelf heel erg fan van oversized blazers. Dus dat is part of the outfit. Ik wil graag dat Fleur een joggingpakje aandoet. Lekker chill. Met een oversized blazer en leuke Jordans. Plus gouden sieraadjes. Een leuk zo'n klein tasje. Wat je zo kan dragen op je schouder. En een zonnebril. En ja, dat was hem wel. Ik vind het een hele leuke outfit. Dus ik hoop dat jij hem ook leuk vindt. Succes! Een hele chille outfit. Het is vandaag namelijk beetje een rustig aan dagje. Dus een trainingspak vind ik heel erg lekker. Ik heb toevallig deze hier liggen. Van LA Sisters. Dit is een grijs joggingspak. Ik zal hem even laten zien. Dat is deze. En daar zit ook een broek bij. Dus misschien is die leuk om aan te trekken. Ik heb hier wel een blazer. Maar die is niet mega oversized. Dus ik ga even in de kledingkamer een andere blazer pakken. Even kijken hoor, want ik heb dus ja, deze van Naked. Die vind ik echt heel erg leuk en die is lekker oversized. En ze hadden natuurlijk een paar Jordans. En ik denk dat deze groene wel leuk zijn, omdat het pak natuurlijk ook met groen is. Dus ik neem deze mee. Dus dat is dan het pak. Oh, de kleur groen is wel net iets anders. Maar op zich boeien. En dan met de leren blazer overheen en gouden sieraden. Dus ik ga dit nu aantrekken. Gelijk helemaal buiten adem van het aankleden. Maar de hoofdoutfit heb ik nu aan. Ze wil natuurlijk ook nog een zonnebril. En een tasje. En ik doe denk deze zonnebril van Stormy. Ik denk dat ik dat wel leuk vind. Met ook dit witte tasje van Stormy erbij. Want er komt natuurlijk ook wit terug in mijn schoenen. Dus ik denk dat ik de complete outfit aan heb. Ik ga het even aan jullie laten zien. Jezus, ik ben echt helemaal buiten adem van die outfit aantrekken. Is echt niet oké. Maar dit is de outfit. Let even niet op de troep op de achtergrond. Sorry. Ik hoop dat dit een beetje is wat ze bedoelen. Maar ik vind dit wel echt heel erg leuk. Die schoenen komen niet helemaal overeen met het groen. Maar stel dit was er niet, was het echt een top outfitje geweest. Ik vind sowieso blazers de laatste tijd echt ontzettend leuk. En ik hou gewoon van joggingspakken, want dat zit gewoon onwijs lekker. Ik heb ook een ketting erbij gedaan. Ringen omgedaan, sieraadjes. Ja, ik vind dit een hele leuke outfit. Ik hoop dat Noah ook vindt dat hij een beetje geslaagd is. Maar ja, hiermee durf ik wel over straat. Normaal vraag ik natuurlijk of Dagmar een outfit of een cijfer wil geven. Maar die is niet thuis. Dus ik ga het lekker zelf cijfer geven. Ik geef dit hele outfitje, denk ik, een... Het is ook wel echt een insta-outfitje wat je aanzoekt met een foto. Maar ik geef het denk ik een 8,7. Ik denk dat ik het een 8,7 geef. Ik vind het een mooi getal. Als Dagmar thuis komt vanmiddag zal ik het wel aan haar vragen wat voor cijfers ze dit geeft. Maar ik vind het in ieder geval een geslaagd outfitje. Dus dat is de outfit voor vandaag.
vandaag? Het is vandaag de volgende dag. En ik zeg alvast sorry voor als je misschien piano hoort. Maar onze buurman die speelt iedere dag piano. Iedere ochtend, overdag, altijd. Dus misschien dat je het een beetje hoort. Ik hoop het niet. Maar vandaag gaan we de ene laatste outfit aantrekken. En dat is de outfit die Stijn voor mij heeft uitgekozen. Stijn die ken ik nu ondertussen al best wel lang. We hebben best wel lang contact al. Zij is toen een keertje samen met Rosa naar het Marco Borsato concert geweest. Zij is ook naar een kliniek event geweest. Een paar maanden geleden hebben we ook weer afgesproken. En ik kan altijd super leuk vinden met Stijn. Dus daarom dacht ik ook leuk als Stijn voor mijn outfit wil uitzoeken. En dat heeft ze gedaan. Jullie kunnen Stijn misschien kennen van haar eigen YouTube kanaal. Daar is ze actief op. Maar ze is ook erg actief op Instagram. Haar linkjes ook weer in de beschrijving zitten. En dan gaan we nu snel kijken naar welke outfit zij voor mij bedacht heeft. Oké, de outfit die ik voor Fleur heb bedacht is... Ik hou zelf heel erg de laatste tijd van echt oversized. Dus ik vind het leuk als Fleur vandaag een oversized joggingpak aan heeft. Ik denk dat ze die wel heeft. Gewoon hoe oversized er beter gewoon. Lekker een groot joggingpak die bij elkaar past. Lekker veel sieraden. Het liefst ook nog een leuke zonnebril erbij. Dus eigenlijk helemaal fully glam. Maar wel met een oversized joggingpak. Dat vind ik echt de laatste tijd heel erg leuk staan. Dus ik hoop dat je dat leuk vindt. En ik ben heel benieuwd. Oké, de outfit van Stijn is best wel simpel. En ik heb al gelijk een idee in mijn hoofd welk oversized joggingpak ik aan wil. Ik heb namelijk sinds vorige week een nieuwe. En dat is deze van LA Sisters. Dus ik ga die aandoen, want die vind ik echt heel erg leuk. De broek zit nog in de verpakking. Dus die ga ik aandoen met mijn triple S eronder. Want dat vind ik wel gaaf staan bij zo'n oversized pak. En gouden sieraden heb ik al om. Dus dat wilden ze natuurlijk ook, gouden sieraden. Dus ik ga het outfitje aantrekken en dan kom ik bij jullie terug. Oké, de outfit is aan. Echt mega chille outfit. Dus het is echt heel erg lekker. En ik zat me nu opeens te bedenken, een paar dagen geleden bij de outfit van Noah had ik natuurlijk ook een pak aan van LA Sisters. En dit is ook weer een pak van LA Sisters. Maar ik heb dus nog een kortingscode voor jullie. En nee, dit is niet expres zo getimed. Het is gewoon heel toevallig. Maar ik heb dus nog met de code Fleur Nijberg krijg je volgens mij 10 of 15% korting op je aankoop bij LA Sisters. Ik zal het nog wel eventjes in de beschrijving zetten. Maar korting is altijd leuk. Dus ik dacht, ik deel het eventjes met jullie. Maar ik zal eerst eventjes de outfit verder laten zien. Maar dit is dus het joggingpak dat ik heb uitgekozen voor de oversized look. Beetje een burgundy kleurtje. Echt heel erg leuk. Met mijn triple S eronder. Die sokken mogen echt niet uitsteken. Dat ziet er echt niet uit. Maar oké, boeien. Je ziet het nu toch niet. Met de gouden sieraden. Ik heb mijn ring om. Hier heb ik nog twee ringen om. Deze is van Fendi. En deze love ring. Krijg ik heel vaak de vraag maar. Maar die is van Olivia en Kate. En dit is mijn Dior ring. En dan heb ik ook nog mijn Dior ketting om en gouden oorbellen erbij. Want dat is wat Stijn wilde. Een oversized pak met sneakers en gouden sieraden. Dus dit is de outfit voor vandaag. Super chill, super lekker zit het. En qua cijfer, chillheid is echt een 10. Qua fashion geef ik het denk ik een 7,5. Ik vind het echt een heel erg leuk pak. Dus dit wordt mijn heerlijke chill outfit voor vandaag. En een like. En we zijn aangekomen bij de laatste dag van deze soort van challenge video-achtig iets. En de laatste persoon die mijn outfit gaat uitzoeken voor deze week is Rosa. Rosa, ik wil jullie misschien wel kennen van haar eigen YouTube kanaal of haar eigen Instagram account. Of van mijn account, want we gaan best wel veel met elkaar om. Ik ken Rosa denk ik nu 2 jaar, 2,5 jaar zoiets. En we hebben het echt super gezellig. Gaan vaak foto's maken. Een dagje naar Amsterdam of gewoon wat leuks doen. Dus ik vind het heel erg leuk dat zij ook wilde meedoen aan deze video. Want ik vind Rosa door haar kledingstijl ook heel erg leuk. Rosa heeft een video ingestuurd en die gaan we dus nu kijken en kijken wat ze voor outfits heeft. Ik ben Rosa en Fleur heeft mij gevraagd of ik voor haar een outfit zou samenstellen voor haar video. Dus dat heb ik gedaan. Ik hou zelf altijd heel erg van lekker een beetje chill kleding. Dus ik heb voor Fleur ook een beetje een chill outfit uitgezocht. Super simpel, maar ik vind het zelf altijd heel erg leuk. Hij bestaat namelijk uit een sportlegging, want wat zit er nou chiller in deze tijden dan een sportlegging? Een simpele zwarte sportlegging. En wat mij dan leuk leek was zo'n soort topje erop. En volgens mij Fleur ook een beetje een bruine. Maar een ander kleurtje kan natuurlijk ook gewoon een beetje zo'n halter topje erop. Het is natuurlijk nog een beetje koud en nog niet super boeiend. Dus ik dacht het is super leuk om er dan een oversized zwarte, maar kan ook een andere kleur blazer overheen te doen. Want door de blazer wordt het ook wat meer gangbaar en wat netter. Dus dan kan je het ook makkelijker buiten de deur dragen natuurlijk. En natuurlijk met je mooie Dior ketting. Die dan zo heel mooi onder je colbertje over je topje heen valt. Met een leuke stoere Nuno bag. Dat lijkt me heel erg leuk staan. En voor schoenen je Balenciaga's triple S. Want dat vind ik gewoon super stoer eronder staan. Dus ik hoop dat je de outfit leuk vindt. Oké, de outfit die Rosa voor mij heeft bedacht is echt een typische Rosa outfit. Maar ik vind het wel heel erg leuk.
Ze wil natuurlijk een zwarte sportlegging. Die heb ik hier toevallig liggen, dus die leg ik alvast even op de grond neer. Dan had zij in haar handen dit topje. Deze van de Zara. Deze beige had ze volgens mij in haar handen. En dan een blazer eroverheen. Nou, die heb ik hier, een zwarte blazer. Ik heb toevallig alles bij mijn kamer liggen. Qua schoenen wilde ze dat ik mijn triple S aandoe. Dus die neem ik mee. Zo. En dan wilde ze een Nuno bag erbij. En ik denk dat ik deze zelf wel het leukst vind voor erbij. Ja, ik ga dit outfitje aantrekken. Oké, ik heb de outfit aan die Rosa voor mij heeft uitgekozen. En ik vind hem eigenlijk echt heel erg leuk. Ik zou zelf de combinatie van een blazer en een sportlegging denk ik niet snel hebben gemaakt. Maar eigenlijk vind ik het wel echt heel erg leuk. Het is een soort van chic, maar toch ook weer sportief samen. Ik zal het even laten zien. Kijk, dit is hoe de outfit eruit ziet. En ik vind het eigenlijk wel echt heel erg leuk. Ik vind ook dat bruine kleurtje mooi zo met dat beige en dat wit en dat zwart. Dus ik vind dit een heel erg geslaagd outfitje. Ja, ik vind deze echt heel erg leuk. Zoals ik al zei is deze top dus van de Zara. Blazers ook van de Zara. Mijn Nuno bag erbij. Maar volgens mij is deze dus uitverkocht. Alleen als het goed is komt die wel weer op voorraad. Dit is de Nieuw-Zeeland beige met goud. Dan mijn sportlegging is van Nike. En mijn triple S eronder van Balenciaga. En ik vind het wel een heel erg leuk outfitje. Ik vind het eigenlijk ook wel leuk zo met dat klemmetje in mijn haar. Wat ik dus vandaag wilde. Ja, ik ben heel erg blij met dit outfitje die Rosa heeft uitgekozen. En dit was dan ook gelijk het einde van deze video. Ik vond het echt super leuk om op te nemen. Op deze manier heb ik gewoon weer allemaal een beetje verschillende outfitjes ontdekt. Bijvoorbeeld dit met die sportlegging had ik zelf echt niet bedacht. Maar vind ik eigenlijk wel heel erg leuk staan. Dus ik wil alle meiden heel erg bedanken die hebben meegewerkt aan deze video. Ik hoop dat jullie het ook een hele leuke video vonden. Mijn volgende idee is om Milan voor mij een outfit te laten uitzoeken. Dus weten jullie nou een leuke winkel waar ik Milan voor mij een outfit kan laten shoppen? Laat het dan eventjes in de reacties weten. Want dan komt die video er heel erg snel aan. Ja, nogmaals heel erg bedankt meiden dat jullie mee wilden doen aan deze video. Ik zal alle linkjes van alle meiden hun accounts, Instagram en YouTube in de beschrijving zetten voor als jullie benieuwd zijn. Want ze hebben allemaal stuk voor stuk echt super leuke video's. De outfit die voor mij heeft gewonnen. Ik vind deze ook wel echt een winnaar. Ik vind deze ook wel echt heel erg leuk. Ik weet het niet. Ik vond alle outfits wel heel erg leuk. Die van Noah vond ik ook heel erg leuk. Met die oversized blazer en dat pak. Die van Stijn zat gewoon super chill. En die van Isaluna was wel wat meer, hoe heet dat? Echt meer een soort van Pinterest vibe kreeg ik daarvan. Dus ze waren allemaal stuk voor stuk gewoon echt heel erg leuk. En ik zou ze allemaal ook sowieso dragen. Maar goed, lang verhaal kort. Ik vond het in ieder geval een super leuk video om op te nemen. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vonden. Vond je hem nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zien jullie mij in de volgende video weer. Doei!